Dag lieve mensen, opnieuw op deze Bijbelstudie, waar ik u mag meenemen naar de Bijbel in tien dimensies. Deze wereld is niet zoals ze zich aan ons vertoont. Heb ik een vorige keer zowel uit de kwantumfysica, de moderne wetenschap, als uit de oude godsdienst en ook ons geloof, mijn geloof, het Christendom, mogen aantonen. Ik geef hier andere lezingen over die veel uitvoeriger zijn, waarbij ik ook het materiaal erbij lever zodat u het ook kunt checken. Maar daar heb ik nu de tijd niet voor. Het is ook niet het thema. Thema's niet klant de fysica, het thema is uh, dat is de Bijbel te zien en wat de Bijbel ons vertelt vanuit de visie dat er tien dimensies minstens zijn, die we ook in de Bijbel volop tegenkomen. Dat wat wij samenvatten als de geestelijke of de onzienlijke wereld, zijn oude, gereligiotiseerde termen, die ik eigenlijk liever niet zou gebruiken, want er zit meteen een lading in van duizend jaren oud die me dwars zit. Maar het gaat gewoon over dat deel van de werkelijkheid wat we niet kunnen waarnemen. Maar wat krioelt van het leven. Ik heb je vorige keer gezegd. Het feit dat wij dingen niet kunnen zien. Ook delen van het lichtspectrum niet. Betekent niet dat ultraviolet en infrarood licht niet zouden bestaan. En als ik een to toongenerator aan zou zetten. Met een harde toon van, van 30.000 hertz. Dan zou u niks horen. Niemand. Maar mijn hond zou gillend de camera drennen. Want die hoort het wel. Dus er zijn er heel veel voorbeelden. Um, ik wil eerst weer u in gebed voorgaan. Vader. In wie wij bestaan en leven, die ons Christus gaf, door wie wij het leven in overvloed mochten kennen. Laat uw geest, die ons geschonken is als belofte, ook deze studie voor ons verlichten en het licht doen schijnen op de teksten uit uw woord. Dank u wel. Amen. Wat ik nu ga doen is, ik ga een aantal voorbeelden uit de Bijbel noemen. Echt maar een aantal, want ik heb beperkte tijd. Ik zou een jaar met u door de Bijbel heen kunnen gaan, waarin ik u aantoon dat de Bijbel werkelijk voorbeelden geeft van het bestaan van een multidimensionele werkelijkheid... waarin ook deze wereld verkeert. Want het betekent niet dat de andere zeven dimensies van het universum hier niet zouden zijn. Die zijn hier gewoon. En dat zien we ook in de Bijbel. Maar wij nemen het niet waar over het algemeen. Soms wel, en daarom wordt een profeet ook een ziener genoemd... en een profetes een zieneres, omdat zij zien wat wij niet zien. Maar het is er wel. En voorbeelden daarvan, u zult meteen weten welke... Die galmen door de hele Bijbel heen. Ik vind ze prachtig. Ik vind ze beter dan science fiction. Want dit is waar. Nou, de voorbeelden die ik ga noemen zijn Mozes' Braambos. Prachtig verhaal. Um, Jacob's ladder en Jacob's gevecht. Zijn worsteling daar. Elia's knecht. Biliam's ezel. Echt waar. En Davids wet. En Paulus' ontdekking. Dan stoppen we maar. Ik ga eerst met u kijken naar het hele beroemde verhaal van de Braambos van Mozes. Die niet in de fik stond. Maar we moeten uit de tekst opmaken dat Mozes dat gekke, lelijke ding zag gloeien. Er kwam energie uit, want hij werd niet verteerd. Hij had er geen woorden voor zoals wij die hebben. Een kwantumfysicus zou meteen gezegd hebben: kijk, dat is de werkelijkheid. Van Gogh zou het geschilderd hebben. En ik zou gezegd hebben: zie je nou dat het zo is? Ik herinner u even aan de tekst die we in het begin gelezen hebben. Waarin de Apostel Paulus zegt: In God zijn wij, leven wij, hebben ons bestaan en bewegen wij. Alles wat u ziet, de hele natuur, de hele schepping, alles op deze wereld is in God. Ze noemen dat met een theologische term, Griekse term, panentheïsme. Niet pantheïsme, dat komt een beetje uit de Oosterse religie: God is in alles. Nee, alles is in God. Ik ben in God, u bent in God, mijn hond is in God. De bijtjes zijn in God, de planten zijn in God. En dat verklaart de vreemde processen die ook onze biologen waarnemen. Nou, Mozes' Brambos in Exodus 3. Um, ik zou het hele gedeelte met u willen lezen, maar dat doe ik niet. Ik laat u dit zien, zodat u weet dat ik het niet verzin. Kunt u meteen controleren. Waar ik u op attent maak, is um, de eerste zin waar staat: Mozes nu was gewoon. Volgens zijn gewoonte. Vele jaren liep Mozes daar met de kudde van zijn schoonvader Jethro langs een Braambos. De meesten van ons die het verhaal lezen, ook als u het vroeger op de zondagschool kreeg, dachten dat op een gegeven moment God in die Braambos dook. Dus God valt uit de hemel in die Braambos. Hetgeen niet klopt, want God is niet in de hemel. Nee, alles is in God. Nou, dus wat er ook met de hemel bedoeld wordt, niet dat. God is niet daarboven. Nee, dat is God niet. Maar het is niet zo dat God in die Braambos duikt en dan tot Mozes spreekt en hem zijn roeping geeft. De Hebreeuwse tekst, zo laat ik mij vertellen door de deskundigen, want ik kan het wel lezen, maar niet zo goed als de deskundigen. geven mij de hint dat de tekst suggereert dat God altijd in die Braambos was. Of nog beter, dat die Braambos altijd in God was. En dat hij altijd was die die was, maar op een gegeven moment, na er vele malen voorbijgelopen te zijn uit gewoonte, gewoon zijn gangetje. Opeens ziet Mozes die braambos zoals die echt is. Hij bestaat in God. Hij is pantarij, vloeiende energie. En dan kon het niet anders omschrijven. Ja, hij brandde, maar hij verteerde niet. Hij straalde licht en energie uit. U ook. Daar is ook bewijs voor. U straalt ook licht en energie uit. U hebt een aura, om het zo maar te noemen. Wij zijn lichtwezens. Nog veel meer dan zo'n lelijke braamstruik. Is een, ik hou van bramen, maar die struik is een verschrikking. Wat een lelijke kring. Moet je nog oppassen, ook met al die stekels. Maar het lelijke kring is niet lelijk als het straalt in God. Nou, dan de rest van het verhaal ziet u. Daar krijgt Mozes zijn beroemde roeping van God om Israël te redden. Een van de beroemdste verhalen uit de geschiedenis die we kennen en uit de literatuur. En hij wordt ingezet om Israël te bevrijden uit Egypte. En het begint daar bij het feit dat Mozes opeens meer ziet dan hij daarvoor zag. Gaat er een lampje bij u branden? Bij mij volop. Ik moet oppassen dat ik u niet allemaal verhalen ga vertellen uit mijn eigen leven. Dat opeens verschijnt daar je stiller. Opeens in mijn leven, ik die niet religieus ben opgevoed, niks wist van christendom, heb zoveel punten in mijn leven gehad, waarbij ik nog de rilling over mijn rug krijg als ik eraan denk. Op een gegeven moment zat ik met een paar vrienden de popmuziek, we maakten symfonische rockwalk. Ja, en we deden alles wat in die scene erbij hoort. Drugsgebruik, drank, van alles en nog wat. Maar um, op een gegeven moment, midden, vlak, midden in optreden, onverklaarbaar, werd ik zomaar heftig getroffen door een soort wolk van emotie, van liefde en licht. En ik zag weer die wereld van licht die ik me herinnerde. Maar ik moest het ook weer herstellen, want ik was aan het spelen. Dus niemand zag wat aan mij. Ik heb het maar een beetje weggedouwd. Maar zo zijn er duizenden van die voorbeelden in mijn leven. Ik weet zeker in uw leven. Alleen als u uit een sfeer komt. waar vanaf uw geboorte een vader en moeder of een leraar op school. zei: Joh, het is allemaal niet waar. Ik heb een, ik heb een leraar natuurkunde gehad, ingenieur, molenaar heette die. Hij zal wel niet meer leven hoor. Maar ik hoor hem nog zeggen in de klas: Ik geloof alleen maar in wat ik kan zien. En toen dacht ik al: Ik was nog geen christen. Je bent niet goed bij je hoofd. Ja, Dokter, ingenieur, molenaar. Maar ook wetenschappers zien niet alles. Wil ook niet alles zien. God is soms lastig. Nou, er zijn momenten in mijn leven, ver voordat dat ik geloofde in God en in het christendom of wat dan ook, dat ik dat soort momenten van de komst van Johan Stel heb meegemaakt. Ik ben geen Mozes geworden, maar ik heb niet gekozen om predikant te worden. Verre van dat, ik heb er een jaar tegen geknokt om het niet te hoeven doen. En toen mijn vrouw en ik na een jaar knokken tegen God de doodmoe waren. En naar het seminarium gingen waar wij theologie studeerden. dan hebben we beneden in de basement waar we logeerden. verschrikkelijk zitten janken van ellende. Zo graag wilde ik dit gaan doen. Ja, ik wist niet waar ik het over had, want het is mijn leven geworden. Maar ik heb het beroep niet gekozen. Eh, ik heb mijn vrouw niet gekozen. Ik zou het wel doen hoor, want ik ben gek op dat. Dat was ik van het begin. Maar ook dat is een, is, een, is een gebeurtenis geweest in een discotheek in Haarlem. Zoiets van zo'n gloeiend braamstuikje. Kent u die voorbeelden? Of heb je ze gauw weggedrukt? Of had u ouders die heel erg rationeel waren, of vrienden die het bij u hebben weggedrukt? Ga weg met die onzin, joh! Je hebt gedroomd, ga een pil bij de dokter halen. Nee, deze werkelijkheid is soms doordrenkt met die aanwezigheid van God. Een braambosje, laat staan een dier, laat staan een mens, een zoon van God die Gods licht kan uitstralen. En ik weet zeker dat u mensen hebt gekend en dat durft u misschien niemand te vertellen waarvan u later zei: volgens mij was het een engel. En uw leven was veranderd door wat die mens zei, door wat die mens op het juiste moment deed, door dat die mens iets in uw leven betekende. Er zijn verschijningen van deze soort volop, en opeens kijkt u in meer dimensies, en u staat voor God die u lief heeft, en uw leven is veranderd. Mozes werd op slag een ander mens door een braambos wat iets uitstraalde, wat hij altijd uitstraalde, maar Mozes zag het niet. Ik ga met nog meer voorbeelden naar u kijken. Ik ga naar de volgende. Heel beroemd verhaal, Jacob's Ladder, er is, is ook een film van gemaakt, Jacob's Ladder. Daar staat een verhaal van vader Jacob, die vertrok uit Bersheba, ging naar Haran en hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten en zo gaat het verhaal dan verder. En toen droomde hij, ja we dromen allemaal wel eens wat toch, ik droom elke nacht, althans u droomt ook elke nacht, maar niet iedereen kan ze dromen en herinneren. En droom heb je in vele soorten en maten. Soms droom je nogal wild omdat je de nacht daarvoor iets te veel gegeten of gedronken hebt. Dan komt de droom daar vandaan. Soms droom je iets omdat je ziel, je psyche, je onderbewuste je iets wil vertellen. Daar worden de dromen opeens heel interessant en heel belangrijk. Maar daar luisteren we in het Westen ook niet naar. We leven maar door. En wij moeten allemaal burn-out krijgen om tot verandering te komen. Maar die burn-out had voorkomen kunnen worden als u misschien naar een droom geluisterd had... waar uw onderbewuste al lang aan het vertellen was dat u niet zo moest doorgaan... Maar daar luistert men niet naar, zegt de Bijbel. God spreekt op heel veel wijze tot de mens: in een daggezicht, in een woord, in een gebeurtenis. En des nachts, als die mens op zijn bed ligt, in dromen. Maar u luistert niet, zegt de Bijbel. Dus daar ga je maar. En dan zit je straks in een burn-out omdat je niet snapt hoe het kwam. Maar je dromen bevatten informatie. Nog mooier wordt het als God spreekt in een droom. Nou, hier droomt gewoon Jacob en hij ziet een ladder. U kunt thuis de tekst verder lezen. In die ladder daar ziet die engelen die van de hemel de multidimensionele werkelijkheid naar de aarde komen, op en neer. Wat u dus ziet is dat de hemel en de aarde één geheel zijn. Er is geen scheiding. Er is geen scheiding. Alleen wij kunnen die ladder niet zien. Wij weten niet hoe we de hemel moeten bereiken. De hemel weet wel hoe ze ons moet bereiken, want zij leeft in de multidimensionele waarheid. Maar wij weten het niet. We hebben momenten dat het gebeurt. En dit is zo'n moment dat Jacob dat droomt. Dan zult u zeggen, ja, we dromen allemaal van alles. We dromen van kabouters en van uh, prinsen op een wit paard misschien, die maar niet komen. Maar het bijzondere is dat Jacob deze droom bloed serieus neemt. Want hij maakt daar een altaar voor de Heer. En hij zegt, en daar komt een belangrijke uitspraak, leest u thuis maar naar, daar staat het. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heer is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. De braambos is in God, en ik heb het nooit gezien. De Heer is hier, niet in de hemel, en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan een Bethel, staat er in het Hebreeuws. Een huis van God. Dit is de poort des hemels. Nou, daar komt dan de religie van de mens weer. Oh, 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 ongeneeslijk religieus ziek. Een echte neurose is het, die religie. Want dan maakt de mens daar een heilige plaats. Er bestaan geen heilige plaatsen. Allemaal onzin. Wat de tekst zegt is, de hele aarde is een heilige plaats. U bent heilig. Staat letterlijk in de Bijbel. Ook al vindt u uzelf helemaal niet heilig. God denkt er anders over. Aan de heilige te Korinthe. En dat waren een nare mensen, maar God noemt ze heiligen. Aan de geliefde, te Korinthe. En dat waren mensen niet waard om geliefd te zijn, maar God noemt ze geliefde. Dat is de waarheid. Maar wat u van uzelf vindt en zegt, is niet de waarheid. Wat God zegt, is de waarheid. Geliefde, heilige. Ons is geleerd in de kerk, non posse non pecare. Calvijn, het is niet mogelijk om niet te zondigen. Je bent een zondaar. En het ben je gaan geloven. En wat doe je dan? Zo schep je je wereld. En je wordt bevestigd dat je een zondaar bent. En ook blijft dat je dood aan toe. En je zit te trillen op het sterfbed. Want je bent een zondaar. Wat een leugen. Heilige. Geliefde. Dat is wat Jezus steeds weer vertelde aan de mensen. En met wonderen en tekenen demonstreerde Jacob hier ook. Hij ontdekt dat die gewone plaats daar, daar is God. Het is een huis van God. De aarde is een huis van God. Ze ziet er niet zo uit. Ze is verwoest. Het lijkt een verwoeste tempel. Het is een puinhoop. Het dierenrijk is een puinhoop. Vreten of gevreten worden. Het is onrechtvaardig. Er zijn uitbarstingen van vulkanen en aardbevingen en rotzooi. Maar als je ergens kijkt met andere ogen, kijk je in een tiendimensionele werkelijkheid. Zoals de wetenschap zegt, aan de oppervlakte lijkt het universum chaos. Chaostheorie. theorie. Maar als je onder de oppervlakte kijkt, in diepere lagen, zie je absolute perfectie. De Bijbel zegt het ook. Daar zie je wat God ziet. In jou, in je kinderen, in je partner, in je vijanden, in je baas, in je hond. Want zo is het. Jacob had een droom. En die droom had hem helemaal veranderd. Dat kunnen dromen doen als je ze serieus neemt. Want God spreekt in dromen. Hij opent je dromen omdat je s'nachts slaapt. Want als je slaapt, is de eigenwijze mens in rust. Dan is zijn simulatiewereld, zijn geprogrammeerde wereld, tot stilte gebracht. Zijn bewustzijn, wat in zijn kop zit en alles wil bedenken, ligt stil. En hij komt tot een diepere laag van bewustzijn. De hersenen komen in alpha-ritme En dan kan God zijn informatie kwijt. En dan ziet u de werkelijkheid zoals die echt is. Ik kan een boek schrijven over mensen vandaag de dag die ik ken. die zoiets hebben meegemaakt van Jacob. En hun leven is veranderd. Door een droom, door een braambos, door een ontmoeting met de multidimensionale werkelijkheid waarin wij leven, met God. Ik ga met u kijken naar de volgende geschiedenis van Jacob. Dat is zijn beroemde gevecht. Genesis 32. Nou, ik vertel u het verhaal, want ik kent het uit mijn hoofd. U kunt thuis weer nalezen. Jacob die heeft nogal wat uitgespookt. Uh, Jacob was nog niet zo'n leuke godsman, want liegen was zijn beroep. Manipuleren ging nog beter. En hij zette alles naar zijn hand. Hij wist op slinkse wijze al als jong ventje. de erfenis van zijn vader en van God van zijn broer af te stelen. En eh, broer, dus kwaad. En daarom kreeg Jacob alle zegen over zich heen. en zijn broer had niks. En dus er was nogal een conflict tussen Jacob en Ezel ontstaan, zijn broer. En dan is het iets heel raars. De stoere, trotse zelfmeet man, Jacob, ik ken ze ook. Zelfmeet man, nooit bang, voor niemand bang, overal op afstappen. Die ligt opeens daar te trillen op de grond. Hij is bang. Want hij moet zijn broer ontmoeten de volgende dag en dat durft hij niet. Logisch natuurlijk, als je zoveel op je kerfstok hebt. Dus hij stuurt vrouwen en kinderen iedereen bij hem weg en hij blijft alleen achter, staat er hier, bij de rivier de Jabok. En dan opeens verschijnt daar, en nou wordt het leuk, een man. Staat er. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Dus Jacob ziet een man. En ja, zonder enige reden geeft die man hem waarschijnlijk een klap op zijn bek. En Jacob slaat terug. En de twee krijgen een klande ruzie en zijn daar aan het vechten. Nou, en dan staat er in vers 25: Toen die man zag dat hij Jacob niet aankon, toen sloeg hij hem op zijn heupgevricht. Sinds die tijd liep Jacob mank. Wie is nou die man? Nou, nou wordt het leuk, want hetzelfde verhaal wordt nog een paar keer verteld. Bijvoorbeeld in vers 30. Um, even kijken, dus even verderop staat hier in die bij. Toch een foutje gemaakt door mij of iemand anders. Nou, er staat dan in vers 30 dat het een engel was. Oh, hier, het is niet vers 30, het is vers 5. Sorry. Hij streed tegen een engel en overwon. Ja. Nou, maar er staat daarvoor. In zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed tegen een engel. En in het oorspronkelijke verhaal staat hij streed met een man. Nou, nou weet ik het helemaal niet meer. Nou moet de Bijbel duidelijk zijn. Maar was het nou een man, een mens? Was het nou een engel? Of was het nou God? Alle drie wordt gezegd. Nou, ik zeg u: Heeft u wel eens een conflict gehad met iemand? Vast wel. Misschien met uw eigen familielid. Met een broer of een zus of een vader of moeder. Een zoon of een dochter. Een vriend. Een collega. Een student, wie dan ook. Heeft u al eens een conflict gehad of een conflictje? Waarbij dat natuurlijk begon met een mens, met de, met de andere mens, de persoon in uw leven met wie u het conflict had. En u zou een gesprek met hem aangaan. En u bent eigenlijk heel erg bang voor het gesprek, hoe het zal verlopen. U ligt er s'nachts wakker van. U praat er misschien met iemand over. En in uw hoofd bent u allemaal toneelstukjes alvast in elkaar aan het zetten. Van als hij dit gaat zeggen, ga ik dat zeggen en wat zal ik dan doen? U slaapt de hele nacht niet. Ik zeg u, het gevecht met die mens. Wordt een gevecht met God. En ik ken mensen, in mijn eigen leven ook, ik heb vrienden gekregen en vrienden herkregen door een conflict. Sommige van mijn beste vrienden heb ik in een conflict ontmoet. En in het conflict heb ik niet alleen hen ontmoet, ik sloeg niet hen op hun gezicht, maar ook mezelf. Want je gaat naar huis en je denkt: waarom maakt die ander me nou zo ontzettend kwaad? Wel eens gehad? Hij zegt iets en hij doet iets en u kookt van binnen. En u gaat naar huis en als u christen bent gaat u naar uw binnenkamer, u gaat bidden: zegt Heer, dat is toch ook overdreven. Waarom trek ik me dat zo aan van die persoon? Waarom word ik zo kwaad om wat hij zegt? Dat is toch niet normaal?" Nee, u ontdekt in het conflict dat er iets met u aan de hand is. En het conflict geeft u een zelfinzicht wat u nooit had kunnen krijgen zonder dat conflict. En vele jaren later heeft dat conflict met die persoon u heel veel goeds gebracht. Inzicht, wijsheid, en waarschijnlijk ook een betere relatie met de persoon in kwestie. En u zult aan anderen zeggen: Ik heb toen God ontmoet. Ik heb met God geknokt. Ja, maar mezelf? Ik heb met mezelf geknokt. Met een mens, met een engel, met God. En zo is het hele verhaal voor mij kloppend. Want Jacob vertelt het zo. Het was een gevecht met een mens, maar ook een engel. Want een engel kan als mens verschijnen. En uiteindelijk met God. Zo kan een conflict opeens meer dimensies toevoegen aan wat u waarneemt in uzelf. U dacht, ik ben altijd zo. U dacht, ik ben altijd zo blij. U dacht, ik ben zo gelukkig. U dacht, ik ben zus of zo, maar u was helemaal niet zo. En na het conflict zult u dat ook niet meer zeggen en anderen ook niet. Want het conflict heeft u de ogen geopend. U ziet opeens veel meer dimensies van de werkelijkheid. Waarschijnlijk hebben anderen u al lang zo gezien, maar u zag het zelf nooit. Het is wel de waarheid. Meer dimensies, want deze wereld is niet wat ze lijkt. In elk conflict met mensen. Niet alleen in een braambos, niet alleen door een droom, maar in een conflict met mensen kunt u deze werkelijkheid zien in haar ware aard. En als het goed is, verandert het uw hele leven. Later zegt u: het was een worsteling met God. Dan ga ik met u naar een veel duidelijker verhaal over wat ik u wil vertellen: De knecht van Elia. Twee koningen, 6, vers 15 tot 18. Leest u thuis na, het is een bekend verhaal. Waarbij Elia de profeet had een knecht. En op een gegeven moment werd Elia aangevallen door een vijandig leger. En dat leger komt bij het huis van Elia. En de knecht komt naar buiten. Schrikt zich helemaal lam voor het grote leger. Wat hem omringt. En uh, ja, het is niet deze tekst. Nou, dan... Uh, die knecht wordt terechtbrang. Want het is een heel groot leger. En Elia zei, en hij zijn maar met z'n tweeën. Wat moeten ze doen? Ze zijn ook geen krijgers. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Sommige mensen lezen dan dat Elia bad... Dat er opeens even een leger van God, engelen, zonen God, zou verschijnen. Nee, leest u de tekst. Hetzelfde met de Braambos. God duikt niet opeens in die Braambos. God, die Moses zag opeens de Braambos in zijn ware aard. Hij zag de werkelijkheid, zoals die echt was in tien dimensies. Dus bad, Heer, open zijn ogen. Daar gaan we. Hij had zijn ogen open. Want anders zag je die vijandige legers niet. Maar open zijn ogen, dat kan dus ook. Een boodschap zijn van mensen die bij klaarlichten dag hun ogen open hebben en geen bril nodig hebben. Er zijn mensen die heel goed kunnen zien en door de Bijbel blind worden genoemd. Blind, omdat ze de werkelijkheid niet zien zoals die is. Blind. Dan zegt Elisa Heer, open zijn ogen, opdat hij even de zeven andere dimensies van de werkelijkheid van het heelal kan waarnemen. En hij schrikt opnieuw, maar nou positief, want er blijkt achter het leger van de vijand een enorm leger van Bene Elohim, zonen gods, te staan. En hij was niet bang meer. U bent bang omdat u niet ziet. In mijn werk heb ik dit zo vaak mogen toepassen. Niet zo goed en spectaculair als Elisa natuurlijk, maar toch ook wel spectaculair. Mensen die ik sprak en ze waren bang. En na een gesprek en gebed waren ze niet meer bang, omdat God ze kon laten zien zoals het werkelijk was. Je bent bang om te verzuipen, maar je kunt als mens over water leviteren, lees ik in de Bijbel. Dus volgende keer gaan we nog naar meer voorbeelden kijken. van hoe deze werkelijkheid er echt uitziet. Dank u wel. Je hebt geboden mensen. Die houden heel erg van geboden onderhouden. Dan denken ze dat ze veilig zijn. Maar dan komen ze straks voor Gods troon om verantwoording af te leggen. Dan zijn ze naar die kerk gegaan die de meeste geboden onderhield. zodat ze niks konden vergeten. En ze komen voor de troon van God en dan komt God en die zegt... Ja, dan heb je toch pech gehad. Je bent één gebodje, dat staat daar in de Bijbel, nooit gelezen. Ben je toch vergeten, pech gehad. Het is een mop, hoor.